say the most random things, like ich adult, which means I'm going to die. So people are like, yeah, why do you know that one? Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, where inwardly they are ravening wolves. Jesus is the shepherd who protects you from those wolves. And I am his dog. Het gaat over een jonge vrouw die in Amerika woont, eind 19e eeuw in het Oude Westen. En dan komt er een dominee, in dit geval trouwens een Nederlandse dominee, die komt daar. En zij herkent die man meteen, weet er is iets aan de hand en maakt zich meteen enorme zorgen. En je snapt vrij snel, snap je waarom, omdat eigenlijk breekt de pleuris uit. Dus zij gaat haar leven gaat die steeds zich mee bemoeien en uiteindelijk zelfs verwoesten. Of tenminste, dat probeert hij. En de film die gaat er eigenlijk over aan de ene kant van, want zij is een hele sterke vrouw, hoe ze zich eigenlijk niet tot slachtoffer wil maken. Hoe ze steeds daar tegenin vecht. En tegelijkertijd ook hoe het allemaal zo gekomen is. Dus het is een heel episch verhaal over meerdere tijdslagen, over meerdere locaties. En het is een hele spannende, epische film. How do you handle such an emotional movie? You know, I think I've become good at being able to separate work and then, you know, when they say cut, it's like normal self. that just is the way I've always been. So you certainly have times that are really intense, but then you also have times that are really fun and get to meet people and make friends and also do the work that, you know, you enjoy and go to those dark places sometimes. And I think that can be difficult, but I think it's also exciting because you feel like you're pushing yourself in some way. And this movie, I felt like I was doing a lot of that. Those who deserve it go to hell. I could tell you about hell, about its flames, about the pain. I'm sure you people have tried to imagine what it's like. It's worse. Retribution is coming. Dakota is gewoon zo verschrikkelijk goed. Die toen wij draaiden was ze 21, maar ze al sinds haar zesde speelt zij een film. Zij was al beroemd toen ze 8 was. Ze zat bij Spielberg, weet je. Dus Die hoef je heel weinig te helpen. Die moet je 9 van de 10 keer, als ik naar haar toe liep en ik wilde iets zeggen van kan je misschien iets of zo, keek ze me aan en zei ja, nee, ik weet het al. En dus dat is, ja, die snapt film zo verschrikkelijk goed. En Emilia, dat is denk ik de grote ontdekking van deze film. Ik heb natuurlijk al vorige films met Martijn Lakenmeijer, Oorlogswind, die was ook 13 toen. Dus ik ben op zich wel gewend om met jonge acteurs te werken. En als ze goed zijn, en dat is Emilia zeker, dan kan je die gewoon eigenlijk gewoon regisseren als een volwassen iemand. Het is gewoon zo'n slim iemand. Ze doken gewoon helemaal in. Het was echt een genot. En dat zie je dan ook, dat ook zelfs mensen als Guy Pearce, die toch ook gewoon wel de klappen van de zweep kennen en zo, dat die dan onder de indruk zijn van zo'n jong meisje wat gewoon zo goed aan het spelen is, weet je. Dat is echt, heerlijk om te zien. Let me give you a compliment, because your Dutch in the film make me really doubt, like, is this girl half Dutch? Or I was like, I need to go to IMDb to check up on her situation. Thank you so much. I love Amsterdam and I love the Dutch language. So when they said, can you speak some Dutch? I was like, yes, I can, of course. Although when people ask me, can you say any words in Dutch? I can say the most random things, like ich adult, which means I'm going to die. So people are like, yeah, why do you know that one? Why not something, oh, what's the story? Yeah, it's a very long story. Okay, never mind. Tell me later. I can teach you something jolly. Gefeliciteerd. Oh, that's really hard. Okay. Okay, can you say again? Yeah. Gefeliciteerd. Nailed it. Yeah. So all your Dutch friends, you can just say gefeliciteerd to them now. Yeah, they'll be like, oh, that's cheery. That's more cheery than the other ich adult. I know it's a lot of waiting between takes and stuff. Yeah. How do you entertain yourself? What do you do? I think that's when you get to
interact with the other people that you're working with, you know, the crew and the other actors in between. Those are some of the most fun times on sets, is getting to know the people that you're working with. What else do I do? Did I you knit sometimes? You knit? Mm-hmm. Wow. Yeah. What did you knit last? I only know how to knit scarves, so it was a scarf. Awesome. Martin, Brimstone, gruwelijk, geweldig, fantastisch. Wat een ervaring. Maar vanaf wanneer kunnen we hem bij Pathé zien? Vanaf 12 januari in de bioscoop. Brimstone, be there. Never leave your loved ones alone. You should know that by now.